De kans is nog reëel aanwezig dat Suriname te maken krijgt met een chikungunya of Zika-uitbraak. De muskiet die dit virus overbrengt is namelijk nog niet uitgeroeid. Daarnaast gaat de bevolking nog steeds onverantwoordelijk om met haar omgeving. Over een epidemie is echter geen sprake. Dat zegt de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, Leslie Resida. We zijn chikungunya-vrij, Zika-vrij, omdat wij inderdaad, zoals blijkt, niet in de epidemische fase zijn. Hè? We kunnen nooit zeggen dat wij volledig vrij zijn, omdat wij een gebied zijn waar die factoren die zorgen voor deze spreiding er nog steeds zijn. Ja? Dus die factoren zijn er nog. De muskiet is er en het gedrag van de mensen is nog steeds niet van die aard dat je zou zeggen ze ruimen op, ze blijven opruimen. Natuurlijk, als er campagne is, dan krijg je mensen en dan gewoon met commissariaat, huis aan huis en dan willen mensen wel meewerken, maar daarna is het alle autobanden worden weer opgestapeld, alle watertonnen die zijn weer open. En dan wacht men tot de volgende epidemie om weer actief te worden. Suriname heeft na de laatste uitbraak nog te maken gehad met tussen de 1000 en 2000 Zika-gevallen. Het gaat hierbij wel om geregistreerde gevallen, benadrukt Resida. Ik dacht dat toen die epidemie afgelopen was, en dan gaat het om Zika, dat we zeker tussen de 1000 en 2000 gevallen hadden. Maar dat zijn dan geregistreerde gevallen. Een heleboel gevallen zijn thuisgebleven, zijn niet eens naar de arts gegaan. Nogmaals, het zijn trendcijfers die we verzamelen om te begrijpen hoe de epidemie eruit ziet, om te begrijpen waar de epidemie naartoe gaat. En dat is dus wat ik u kan meedelen. Dat was BOG-directeur Leslie Resida. Hij zegt dat Suriname nog steeds behoort tot een risicogebied als het om chikungunya en Zika gaat. Om de kans op infectie te voorkomen is het van belang dat de bevolking zorgt voor een schoon milieu.